Ja, dag Dartus en Dasters. Welkom bij Sterkdarts Insight, jouw nieuwsoverzicht met alle Sterkdarts nieuwtjes van de afgelopen week. Als je deze video wekelijks kijkt, ben je meteen in één keer bij met alle nieuwtjes. We nemen dit op soms op locatie of met een gast. Deze week niet op locatie, omdat dat komt omdat we de loting van de Talent Darts Championship alle op locatie opnemen. Een gast hebben we ook niet, maar we hebben wel onze weerman Kevin Vermeulen op ergens staan met een oortje in. Dus dan maken we aan het eind van de uitzending maken we daar contact mee. Nou, wat gaan we doen vandaag? We gaan even terugblikken. We blikken vooruit. De belangrijkste nieuwtjes nemen even natuurlijk door natuurlijk. We hebben wat filmpjes en we sluiten dan af met het weer. Goed, allereerst de terugblik. Vorig weekend is. Hallo? Hallo? Oh, hey Kevin. Hallo? John, mag ik er al in? Hallo? John, hoor je mij? Nee, Kevin. Nee, je bent aan het einde van de uitzending. Ja, nee, nog niet. Je bent aan het einde mee pas. Oké. Goed, de terugblik. Vorige keer is de Sterkdarts All-in Series nummer 2 gehouden. De winst ging daar naar Wesley Plaisier. En in de finale was hij met 5-3 te sterk voor Daniel Gijsdorp. Weer een finale plek voor Gijsdorp dus. Het ging voor Plaisier niet helemaal vanzelf, want in de halve finale moest er een beslissende leg aan te pas komen tegen Erik Krijnbrink. Jamie Vermeer won de verliesronde en Marianne van Veen was de beste dame in Poederoy vorig weekend. Dan door naar de nieuwtjes van deze week. Het Noord-Brabant Open 2023 wordt op 29 juli gehouden en dat krijgt op 28 juli een extra dag. Dan gaan we namelijk smiddags, erg leuk, smiddags gaan we om 3 uur een jeugdtoernooi doen. En s'avonds wordt daar een GDAS-toernooi gehouden. Dat is op 28 juli in Den Dreij in Deurne. Dan nieuws over de Tilburg Darts Trophy in Hotel de Druiftros. Er zijn minder kamers beschikbaar dan vorig jaar. Dus als je een kamer wil boeken, die op tijd, dat kun je via onze website doen. De nieuwe data van het Open de Klok volgend jaar is weer bekend. Ook dan is het weer Hemelvaartsdag. 9 mei is het dan. Nog meer nieuwe data. Het Windcasino Benelux Open. Het wordt 3 tot met 5 mei 2024 gehouden. En beide toernooien staan al op de website, dus je kunt zelfs al je plekje reserveren. Ook een nieuwe data voor de Sterkdarts All-in Series nummer 3. Afgelopen weekend was weer een groot succes, dus er komt weer een derde editie. Namelijk op 28 oktober. Wederom heb je daar voor All-in, voor 40 euro kun je daar darten en drinken, heel de avond. De inschrijving van het Open de Berkhorst 2023 is geopend. In 2008 werd dat toernooi ook al een keer gehouden en dat werd toen gewonnen door Chino Vos. Dat is dus 15 jaar geleden. En erg leuk, want hij kon dit jaar meedoen. Dus kan hij na 15 jaar zijn titel gaan verdedigen. Dan zijn de twee toernooien verzet in Sluis. Het Open de Keuren gaat naar 16, 17 december. En het Open Sluis naar 25 en 26 november. Dat kwam ons organisatorisch beter uit. Maar het heeft wel ook andere voordelen, want we hebben het gepland rondom de feestdagen. Dus precies in de weekenden daartussen. Met als resultaat dat de hotels in Sluis goedkoper zijn. Dus als je wil overnachten, dan. Ja, dan is dit je kans. Stond je al ingeschreven, dan word je meegenomen naar de nieuwe datum. Kun je niet, je krijgt er van de week nog een mail over. We moeten de informatie op de website nog aanpassen. Krijg je een mail en dan kun je kosteloos annuleren als je niet kan of wil die dag. En dan is de loting van het Not in Glazen Bad Talent Championship opgenomen. Dat hebben we gedaan met Daniel Gijsenorven en die kun je terugkijken via ons YouTube-kanaal. Dan hebben we nog. Hallo? Hallo. Hallo John, hoor je mij? Hallo John. John? Hallo? Nee, Kevin. Nee, je bent nog niet aan het einde. Het einde van de uitzending. Ja. Goed, dan. Die heeft weinig geduld vandaag. Goed, dan. Gaan wij verder met de challenge filmpjes. Geblinddoekt darten. Vorige week was de gast in Sterkdarts Insight, Goof Grandia. En die heeft ook vorig weekend geblinddoekt mogen gooien. En die heeft een nieuwe hoge score van 72. Dus ja, goed gedaan, Goof. We zijn ook weer. Onze challenge hebben we opgenomen tijdens de series. Dus die kun je ook weer op ons YouTube-kanaal kijken. Dat is eentje. Dan andere nieuwtjes. Nieuwe column van Kees Verleeuwen staat online. Die heet Sport.
ga je alle sporten voorbij zien komen waar Kees aan meegedaan heeft. Ik schrok ervan hoeveel dat het er nog waren. Erg sportief, Kees. Waar kun je de column vinden? Ga naar onze website. Open dan even het hamburgermenuutje en dan kun je op de pagina extra's, vind je daar ook een subkopje met column. En daar staat de column van Kees van Leeuwen. Die kun je teruglezen. Alle columns staan erop. De Gouden Venus, die is het afgelopen weekend niet gegooid. Dat betekent dat de jackpot komend weekend gaat oplopen naar 80 en misschien zelfs 130 euro in echt. Ik kreeg een vraag over rolstoeldarters, dus die wilde ik ook hier eens even in behandelen. Zit je in een rolstoel, dan kun je gewoon aan onze toernooi meedoen. Al onze dartbanen zijn namelijk verstelbaar van een rolstoelhoogte. Er kunnen twee rolstoelen tegen elkaar gooien, maar je kan ook een staande darter tegen een rolstoel gooien. Dus er zit een bevestiging dat we altijd een lager bord op kunnen houden. Verhuur en clinics. Het afgelopen week stonden onze banen in Café Broers in Sint-Hubert. En we hebben een clinic gedaan op maandag 2e Pinksterdag samen met Kim Huibrechts. Dat was bij Viva Padel in Berlaar. Die dartsclinic was voor Comok. Dat is een stichting voor ouderen die kinderen hebben met kanker. Dat werd georganiseerd door de Vino Verhulst. Die is de reserve doelman van Royal Antwerpen FC. Het was een heel leuke middag en het is voor goed doel, dus dan werken we daar graag aan mee. Komende vrijdag, vorige week vrijdag 16 juni, is er een dartsclinic met Guillaume van Veen in Poederooien. Wil je ook de dartbanen, onze sterkdartsdartbanen, op jouw evenement hebben? Of wil je een dartsclinic met of zonder bekende darter? Dat kan. Neem contact op via 0652310489 of stuur even een mailtje naar info@sterkdarts.nl. Goed, dan hebben we nog... Oh, Kevin? Hey, ja, Kevin? John, duurt het nog lang? Want echt, ja, het is hier zo warm buiten. Ik sta als leven te verbranden. John schiet nou eens op, joh. Echt. Oh, man. Bij jou kan je ook nooit afspraken maken. Och, dat als je zegt van kom direct in. Jongen, John schiet nou eens op, joh. Goed, Kevin, ik ga snel afronden zodat jij dadelijk het weer kunt doen. De agenda voor de komende periode. 10 en 11 juni, het Open Echt 2023 in Café Op Plassen. Het is dus dit weekend. 17 juni, volgende week, het Notting Glazenwasser Talent Darts Championship 2023. Daar gaan 16 jeugdspelers op het podium tegen elkaar strijden. 24 en 25 juni, het Overijssel Open 2023 in Zwolle, de WSZV-hallen. 1 en 2 juli, de Belgium Darts Masters 2023. En 7 en 8 juli, de Adro-pakket Bindels Schilderwerken. Met op 6 juli ook nog het Adro-pakket Masters, waar de beste Limburgse darters het tegen de rest van Nederland en België gaan opnemen. Dan de vooruitblik. Dit weekend is dus het Open Echt 2023 in Café Oppe Plats. Gegarandeerde prijspot van 2100 euro. Ja, het is niet druk, dus als je graag prijzengelden wint, dan is dit je kans om weg te komen schrapen. Zaterdagmiddag hebben we daar een singletoernooi, heren singles, dames singles. Zaterdagavond zijn de koppels en zondag weer singletoernooi. Ja, inschrijven kan via onze website www.sterkers.nl of kom gewoon naar de locatie toe. Dan kun je ter plekke gewoon inschrijven. Dat kan 's middags tot 12 uur en bij de koppels s'avonds tot 7 uur. Goed, dan is het nu eindelijk zover. Kevin Vermeulen. Kevin, hoor je mij? Kevin, het woord is aan jou. Jij mag afsluiten met het weer. Eindelijk. Nou, hier Kevin vanuit mooie Sluis. Je ziet het sneeuwt hier zelfs. Het zonnetje schijnt. Ik weet niet wat het hier allemaal doet. In ieder geval beloofd een prachtig weekend te worden. In echt. Ja, het is echt waar. In echt. En goed, ik kom je dus met weerbericht. Nou goed, het wordt steeds iets warmer. Het is nu al zeker 25 graden hier. In echt zal het nog iets warmer zijn. Er zal door een hoger drukgebied, richting echt, zal het daar de temperatuur stijgen tot rond de 30 graden dit weekend. Dat betekent dat het heel erg mooi dartweer is. En vooral dorstig dartweer. Ik moet wel erbij zeggen, want er komt wel een klein laag drukgebied in de zaal. Dit zou kunnen komen door de airco. Of natuurlijk... de temperaturen zullen ook dalen tot 8 graden. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. En daar houden wij van als darters. Dus ik wens jullie een prettig dartweekend. In echt. Echt waar. Bij deze zeggen we in Zeeuws-Vlaanderen. Santé, santater. Liever bier dan water. Proost.